De meeste fouten kun je herstellen. Maak je bijvoorbeeld een typfout, dan druk je simpelweg op de backspace-toets om de fout te corrigeren. Of zelfs als je een koeken aanbrandt, valt zo een blunder te herstellen door het gewoon opnieuw te proberen. Echter kunnen sommige fouten van zo'n erge aard zijn, waardoor ze niet omkeerbaar zijn. In deze video vind je dit soort extreem dure fouten die zijn gemaakt in de hele geschiedenis. Op nummer 1 staat een vreselijk dure fout die je niet wilt missen. 10. Tikfoutje. Helaas zijn niet alle tikfoutjes zo snel te corrigeren door de backspace toets te gebruiken. In 2015 werd op de Tokyo aandelenmarkt een hele domme tikfout gemaakt met verregaande consequenties. Een medewerker van Mizuho Securities wilde één aandeel verkopen van het J-Com bedrijf voor 610.000 yen, wat gelijk is aan 4.980 euro. Echter werd de order uitgevoerd voor het verkopen van 610.000 aandelen met elk een waarde van 1 yen. De foutieve verkooporder was meer dan 40 keer groter dan de 14.500 uitstaande aandelen van het bedrijf. De tikfout kostte de Tokyo aandelenmarkt niet alleen een verlies van 212 miljoen, maar het vertrouwen in Azië's grootste aandelenmarkt werd hierdoor aanzienlijk getroffen. Het was zelfs zo erg dat het hoofd van de aandelenmarkt zelfs zijn ontslag heeft ingediend. Hij deed zijn welgemeende verontschuldiging aan de investeerders, maar helaas was een sorry niet genoeg om de fout ongedaan te maken. 9. Te dikke treinen. Het gebeurt wel eens dat je iets vooraf bestelt en uiteindelijk krijg je niet precies wat je in eerste instantie in gedachten hebt. Je kan bijvoorbeeld een verkeerde broekmaat toegestuurd krijgen. Dit is op zich niet zo'n probleem als je jouw order kan retourneren om toch de juiste maat bezorgd te krijgen. Maar wat als je treinen hebt besteld en ze zijn niet de juiste maat? Wat als de treinen te dik zijn? Dit overkwam het Franse treinbedrijf SNCF. Het bedrijf bestelde maar liefst 2000 treinen die achteraf te breed bleken te zijn voor sommige van de regionale platformen. De blunder kostte het bedrijf tot nu toe 50 miljoen euro. Helaas konden de treinen niet geretourneerd worden om uiteindelijk de juiste maat te ontvangen. Een andere oplossing werd dus bedacht. Er werd gestart met de werkzaamheden om de honderden platformen te verbreden, zodat de te dikke treinen toch nog ingezet kunnen worden. 8. Metrisch ongeluk. Zelfs bij de grootste organisaties kunnen ze een flater maken. Een gekke fout kost het ruimtevaartbedrijf NASA een slordige 112 miljoen euro. Het bedrijf raakte namelijk de peperdure Mars Orbiter in de ruimte kwijt omdat een technisch team van Lockheed Martin Engelse meeteenheden gebruikte, terwijl het team van NASA het meer conventionele metrische systeem gebruikte. Dit zorgde ervoor dat de overdracht van de navigatieinformatie tussen het Mars Climate Orbiter ruimtevaartuigteam van Lockheed Martin en het vluchtteam van NASA verkeerd afliep. Het bedrijf Lockheed Martin hielp bij het bouwen, ontwikkelen en exploiteren van het ruimtevaartuig voor NASA. De ingenieurs leverden navigatieopdrachten voor de stuwraketten van Climate Orbiter in Engelse eenheden, hoewel NASA het metrische systeem voornamelijk sinds 1990 gebruikt. Volgens Tom Gavin, de projectleider, zou deze enkele fout niet hadden moeten resulteren in het verliezen van de Climate Orbiter en had het systeem de fout moeten opvangen. Echter gebeurde dit niet, waardoor deze fout ervoor zorgde dat de Climate Orbiter niet op Mars landde zoals was gepland om data te verzamelen. 7. Bij de 13e keer raak. Heb je een creatief beroep, dan zou je maar al te goed weten dat niet iedereen jouw creativiteit kan appreciëren. Dit gebeurde ook met deze beroemde auteur. Stel je eens voor dat je een geweldig manuscript hebt waarvan je denkt dat het een grote impact kan hebben, maar niemand gelooft in wat je te vertellen hebt. Toen J.K. Rowling, de beroemde auteur van de Harry Potter series, haar manuscript aanbood aan verschillende uitgevers, werd ze maar liefst 12 keer geweigerd. Pas toen Rowling bij uitgever Bloomsbury aanklopte, werd ze serieus genomen en werd haar idee tot leven gebracht. De auteur kon haar verhalen publiceren en, zoals jij en ik weten, werden niet alleen haar boeken een grote hit, maar de vertolking ervan naar films deed een waardige Harry Potter brand ontstaan die tegenwoordig 220 miljard euro waard is. J.K. Rowling is uitgeroepen tot 's werelds rijkste auteur met een netto waarde van 1 miljard euro. Wat zullen die 12 uitgevers enorm spijt hebben gehad? 6. Van onder controle naar geen controle. Een muur van vreselijke vlammen en dikke zwarte rook is wat de gemeenschap van Los Alamos zich nog kan herinneren van de dag van 10 mei 2000. Het vuur werd gestart door het team van de National Park Service. Het doel van het met opzet aangestoken vuur was tweeledig. Het verwijderen van bomen om de graslanden vrij te maken om zodoende het toenemende risico op een grote natuurbosbrand te verkleinen. En tevens het herstellen van het weideachtige ecosysteem zodat meer diverse dieren in het wild kunnen gedijen. Wat dus als een vuur begon dat onder controle was, liep echter compleet uit de hand. De onvoorspelbare zomerwinden en het tekort aan manschappen die in de nacht moesten doorwerken waren de voornaamste redenen voor de verschrikkelijke ramp. Het vuur raakte buiten het begrensde gebied, waardoor 235 huizen werden verbrand en meer dan 400 mensen geëvacueerd moesten worden. Gelukkig kwam niemand om bij het ongeluk. De
De tragische herinnering blijft echter voor altijd verschroeid in het geheugen van de gemeenschap van Los Alamos. 5. Bitcoin zoeken. Het zal je maar overkomen dat je weet dat je ergens een schat ter waarde van 141 miljoen hebt liggen, maar je kunt er gewoon niet aankomen. James Howells, een IT-medewerker uit het Verenigd Koninkrijk, weet precies waar zijn misplaatste 7500 bitcoins zijn, maar de gemeenteraad waar hij woont laat het niet toe dat hij ze kan terughalen. Howells begon in 2009 met het delven van bitcoins op zijn persoonlijke laptop. In 2013 stopte hij met het mijnen van bitcoins en werd zijn laptop in onderdelen verkocht op eBay. De drive waarop hij de bitcoins verzameld had, hield hij achter omdat hij wist dat de virtuele munten op een dag waardevol zouden kunnen worden. Echter maakte Howell een grote fout. Tijdens een schoonmaakbeurt van zijn huis in 2013 stopte hij de drive per ongeluk in een afvalbak op zijn lokale stortplaats, waar het werd begraven. Zijn 7500 bitcoins zijn nu meer dan 141 miljoen waard. De drive ligt intussen al 4 jaar bedolven onder een grote hoop afval. Echter mag Howell van de gemeente niet gaan zoeken naar de drive op de vuilnisbelt, omdat dit tegen de wet zou zijn. Mogelijke gevaarlijke gassen zouden kunnen vrijkomen en eventueel branden veroorzaken op de vuilstortplaats. 4. Piper Alpha. Het is al vaker voorgekomen dat er enorme ongelukken zijn gebeurd op olieplatformen met desastreuze gevolgen, zowel in financiële als milieuverontreinigende zin. De ramp van Piper Alpha is er één van die niet mag ontbreken in deze lijst. Piper Alpha was een olieplatform in de Noordzee, ongeveer 190 kilometer ten noordoosten van Aberdeen, Schotland. Het werd geëxploiteerd door Occidental Petroleum Limited en begon met de productie in 1976. Aanvankelijk werd het als een olieplatform ingezet, maar later werd het platform omgezet om gasproductie toe te voegen. Deze actie bleek achteraf niet zo slim te zijn geweest. Op 6 juli 1988 was er een explosie op het platform met olie- en gasbranden als gevolg. Dit resulteerde in een complete verwoesting van het platform. 167 mensen kwamen om bij het ongeluk en 30 lichamen werden nooit teruggevonden. Het totale verlies, uitgedrukt in geld, was 1,9 miljard. Dit was een van de duurste rampen ooit die werd veroorzaakt door mensen. 3. De duurste crash ooit. Dit vliegtuig, dat crashte vlak na opstijgen op 23 februari 2008, was niet zomaar een vliegtuig, maar een speciaal vliegtuig. De B-2 AV-12 Spirit of Kansas is een Amerikaanse strategische bommenwerper met een laag waarneembare stealth-technologie die is ontworpen voor het doordringen van dicht luchtafweergeschut. Met zeer geavanceerde mogelijkheden kan de bommenwerper zowel conventionele als thermonucleaire wapens inzetten. De kosten voor het bouwen van een B-2 vliegtuig zijn 1,3 miljard euro. Het gecrashte vliegtuig was een groot verlies voor de Amerikaanse Air Force en resulteerde in een totale schade van 1,6 miljard. Het wordt gerekend tot de duurste crash ooit. De beide piloten overleefden het ongeluk. De oorzaak van de crash werd later vastgesteld als vocht in de port transducer units van het vliegtuig tijdens de luchtgegevenscalibratie, waardoor de informatie die naar het luchtgegevenssysteem van de bommenwerper werd gestuurd, werd verstoord. Dit was de eerste crash van een B-2 en het enige verlies vanaf 2020. 2. 2500% over budget. Nadat de Bay Bridge in Oakland, San Francisco in 1989 werd getroffen door de Loma Prieta aardbeving, werd besloten dat het oostelijk gedeelte van de brug vervangen zou worden voor een bedrag van 1 miljard euro. Deze herstelwerkzaamheden zouden ongeveer 7 jaren duren. Echter duurde het project 10 jaar langer en de kosten voor reparatie waren vele malen hoger dan oorspronkelijk was geraamd. Er werd kostbare constructietijd van ongeveer 2 jaar verloren omdat er geen beslissing genomen kon worden over onder andere de uitleiding van de brug. In die tijd werden de ondersteunende diensten zoals ingenieurs, boekhouders gewoon doorbetaald op dagbasis. Hoe langer een project duurt, hoe meer deze kosten oplopen. Uiteindelijk werd de brug dus veel later voltooid en het kostenplaatje werd een enorm bedrag van wel 6,5 miljard. Het project was hiermee 2500% over het budget gegaan. Sommige autoriteiten geloven dat het bedrag nog zal verdubbelen nadat rente en andere financiële kosten zijn opgeteld. Voordat je nummer 1 bekijkt, druk even snel op de abonneerknop met het belletje aan. Zo mis je geen enkele video op ons kanaal. Ten slotte, de peperdure fout waar je op hebt gewacht. Als je je waagt op de open zee, dan ben je je ervan bewust dat je enorm veel risico's loopt. Hoe goed je ook de weerberichten opvolgt en hoe goed je ook je calculaties maakt, het menselijk falen is een factor waar zeker rekening mee gehouden moet worden. Het ergste wat je je kunt indenken overkwam het containerschip de MV Rena toen die in oktober 2011 voer op de open zee. Volgens het uiteindelijke rapport strandde het containerschip de MV Rena op het Astrolabe Rif van Nieuw-Zeeland door een fout van de kapitein en zijn bemanning. Deze hadden niet de juiste reisplanning, navigatie en wachtpraktijken gevolgd. Ook onvoldoende toezicht van de scheepsbeheerder op het veiligheidsbeheerssysteem van het schip was een van de oorzaken van het aanstranden van het schip op het rif. Dit alles leidde tot de ergste maritieme ramp in de geschiedenis van het land. Het schip raakte vast, brak in 2 delen en ongeveer 200 ton aan zware stookolie kwam in de zee terecht,
was ook een grote hoeveelheid aan containers waarmee het schip was beladen. De bergingsoperaties van de Rena hebben de eigenaren en verzekeraars meer dan 597 miljoen gekost. Welke van deze duurste fouten in de geschiedenis heeft je het meest verbaasd? Laat het gerust weten in de comments. Als je hebt genoten van de video, geef hem dan een duim omhoog. Tot morgen!